De Floriade in Amsterdam loopt als een trein. Al bijna 3 miljoen bezoekers liepen, reden of zweefden over het grote terrein aan de Amstel, met zijn schitterend aangelegde tuinen en bos- en waterpartijen. Sedert de opening eind maart hebben telkens bepaalde bloemsoorten bijzonder in de belangstelling gestaan. In de laatste tijd ging de aandacht speciaal uit naar de vele rozenvariëteiten in het rosarium. De Floriade, de grootste tuinbouwtentoonstelling die ooit in de wereld is gehouden, beslaat een oppervlakte van maar liefst 700.000 vierkante meter. De expositie blijft geopend tot 1 oktober. En de organisatoren verwachten dat dan ongeveer 5 miljoen mensen van de internationale bloemenpracht genoten zullen hebben.